Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen.nl. We hebben te maken met laaghangende bewolking. Dat is op de satelliet niet echt goed zichtbaar. Het is een beetje een grijze waas. Maar vanochtend begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden. En ook lokaal mist, met name in Limburg. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Lokaal kan een spatje motregen vallen. Vanmiddag komt landinwaarts de zon af en toe tevoorschijn. En met de zon erbij wordt het 10 of 11 graden. Blijft het bewolkt, ligt het kwik rond een graad of 7. Ook vanavond zien we veel wolken, maar het waait niet al te hard, hooguit rond kracht 5 aan zee. En morgen kijken we ook vaak tegen de bewolking aan. Zo af en toe klaart het even op, maar het blijft nagenoeg droog. En de temperatuur ligt aan de lage kant voor deze fase van maart, tussen de 6 en de 8 graden. En als de astronomische lente op zondag begint, kijken we ook vaak tegen een wolkendeken aan. En er kan zelfs wat regen of motregen vallen. Het is ook aan de koude kant met 7 graden. En volgende week blijft het overwegend bewolkt, met misschien wat ruimte voor de zon. Maar de kans op neerslag wordt geleidelijk aan groter. Ik ben Diana Woei van Weerplaatsen.nl.